hoofdgerecht is klaar. Tijd om deze aan je gasten te geven. Uitserveren noem je dat, maar waar moet je rekening mee houden? Nou, sowieso met je doelgroep. Wie zijn je gasten? Een chic diner met hele nette gasten vraagt iets anders qua aankleding van de ruimte, wat er op tafel staat en hoe je het eten opdient dan voor een kinderfeestje. Maar in deze film een aantal belangrijke punten waar je sowieso rekening mee moet houden. Allereerst de ruimte. Hoe richt je die in? Hou rekening met je doelgroep. Zorg ervoor dat je gasten zich prettig voelen. Nou, slingers en ballonnen voor een kinderfeestje en kaarsen en een rustig muziekje voor een chic diner. Probeer aan alles te denken. Waar kunnen de jassen opgehangen worden? En zorg voor een aangename temperatuur in de ruimte enzovoorts. Warm? Niemand wil een bord lauw eten. Of het nu de frietjes zijn voor het kinderfeestje of de asperges voor een chic diner. Zorg ervoor dat je het eten warm kan opdienen. Hou daar in het plannen van je recept al rekening mee. Dresseren? Dat is het mooi neerleggen of vormgeven van het gerecht op een bord of schaal. Zorg bijvoorbeeld dat er niet een spettertje saus op de rand van het bord ligt. En garneren, dat is het mooi versieren van gerechten, zoals het blaadje basilicum bovenop de pasta met kipgerecht. Het menu moet er natuurlijk ook uitnodigend, origineel en smakelijk uitzien en zo op de tafel liggen of staan dat deze past in het geheel. De tafel. Wat zet je allemaal neer op de tafel? Welk bestek is nodig en waar komt die te liggen? Daar zijn allemaal hele ingewikkelde, chique voorschriften voor. Tafeletiketten noem je dat. Nou, je kan het zo gek maken als je wilt, maar dit zijn de basisregels voor een goede tafeletiketten. Heb je wel eens gehoord van naar buiten naar binnen eten? Dat heeft ermee te maken dat je begint met het voorgerecht. Het bestek hiervoor ligt aan de buitenkant. Vervolgens eet je een hoofdgerecht en dit bestek ligt aan de binnenkant. Boven het bord ligt het kopbestek. Dit wordt gebruikt voor het dessert. Mes en lepel aan de rechterzijde van het bord of servet. De snijkant van het mes naar binnen. De bolle kant van de lepel op tafel en allebei aan de rand van de tafel. Vork aan de linkerzijde van het bord of servet. De eerste vork aan de rand van de tafel, de tweede vork verspringend naar boven. En dan het kopbestek voor het nagerecht. Die liggen aan de bovenkant van het bord of servet. En dan deze volgorde, eerst het mes, dan de vork en helemaal bovenaan de lepel. En dat kan je onthouden met het volgende ezelsbruggetje met veel liefde. Oftewel, mes, vork en lepel. En dan heb je nog de side plate. Dat is een bijgerecht, zoals bijvoorbeeld stokbrood met boter. Deze ligt links van de vorken. En de bovenkant van dit bordje ligt even hoog als het hoofdbord. En dan kan je nog denken aan toast en boter. Op de sideplate kan je nog een klein botermesje leggen met de snijkant naar links. Nou, dit zijn de officiële etiketten van hoe je een tafel dekt. Maar bedenk, hou vooral rekening met jouw gasten, met jouw doelgroep. Deze video is mogelijk gemaakt door MK Educatie. Op zoek naar een onderwijsadviestraject op maat? Ga naar mkeducatie.nl.